Welkom bij een nieuwe Kort en Krachtig. Vandaag alles over livestreaming. Maar dan in het kort. Livestreaming wordt steeds toegankelijker. En in deze video laten wij jou zien hoe je eigen livestream opzet en wat je er allemaal voor nodig hebt. Maar eerst wat achtergrondinformatie. Zolang je maar een stabiele internetverbinding hebt, kun je in wezen alles streamen wat je maar wilt. Zo heb je mensen die live recepten koken, gamen, interviews houden, hun vakantie streamen, chips of andere producten eten en dat streamen, en ga zo maar door. Nu vraag je je misschien wel af, waarom livestreamen? Waarom niet gewoon een video opnemen en het laten publiceren? Dat is natuurlijk heel persoonlijk, maar er zijn een aantal voordelen aan livestreamen. Nou, wellicht het grootste voordeel is de interactie met je publiek. Heeft je publiek een vraag, dan kunnen ze deze direct stellen via de chat. En heb jij dus de mogelijkheid om daarop in te gaan en daarmee een gesprek te starten met je kijker. Nou, daarnaast komt het ook nog een stukje authentieker over. Je kunt namelijk tot op een zekere hoogte niks wegknippen. Mocht er dus iets fout gaan, dan zul je dit dus ter plekke op moeten lossen. Wat heb je nou allemaal nodig voor zo'n livestream? Ja, dat is heel erg afhankelijk van wat jij wil gaan doen. Maar wil je beginnen met livestreamen, is simpelweg een telefoon al voldoende. Wil je betere kwaliteit dan dat? Dan heb je het volgende nodig. Een webcam of een camera. Nou, bij een webcam zal je het probleem niet snel hebben, maar kijk bij een camera even goed naar de opties of deze ook op netstroom kan. Want je wil natuurlijk niet tijdens je livestream je batterij moeten vervangen van je camera. Kijk daarnaast ook even goed naar de opties om je camera aan te sluiten naar je pc. Want dat is vaak niet zo simpel als gewoon simpelweg een kabeltje aansluiten. Dat zit vaak nog een adaptertje of iets anders tussen. Een microfoon. Maar kijk hierbij wel goed naar de opnamepatronen van de microfoon, want je hebt verschillende, maar die zet ik nu even op een rijtje voor je. Zo heb je cardioid. Hierbij pakt die microfoon alleen het geluid op wat zich aan de voorkant van de mic afspeelt. Ideaal dus als je zelf alleen aan het woord bent. Bidirectional. Hierbij pakt de microfoon het geluid op van de voor- en de achterkant. Ideaal dus voor live interviews. Omnidirectional. Hierbij pakt de microfoon de geluiden op van de gehele ruimte, dus van alle kanten. Een computer om je apparatuur op aan te sluiten. Dan heb je nog streaming software nodig en een platform waar je naartoe wilt streamen. Nou, wat betreft streaming platform, kijk eerst even goed naar wat je wilt doen in je stream en bepaal aan de hand daarvan welk platform het best bij jou aansluit. Zo kun je streamen op Twitch, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok en nog veel meer. Streaming software is simpelweg een programma waarin je je camera en je microfoon aansluit en waarin je al je instellingen kunt beheren, zoals je hier kunt zien. Dit is de instelling van de webcam. Daarnaast is het ook een plek waar je dus inlogt op je streamingplatform en direct vanuit je streamingsoftware kan je dus streamen. Nou, waar moet je nou vooral op letten? Met name je videoresolutie. Denk je bij aan YouTube. Je hebt dat kleine tandwieltje onderin waarbij je dus aan kan geven in wat voor kwaliteit je je beeld wil hebben. 360p, 480, 720, 1080, noem maar op. Frames per second. Hierin laat je dus eigenlijk zien hoe snel je iets geregistreerd wil hebben. Als ik nu heel hard ga zwaaien. Ja, als je dit in 30 frames doet, dan zie je eigenlijk gewoon een geblurde motion. Doe je dit in 60 frames of hoger, ja, dan zal je mijn handen op zo'n manier zien bewegen en dan wordt het niet zo blurry. Dan ga je naar de latency. Met andere woorden, de vertraging tussen jouw stream en de kijker. Hierin heb je vaak drie opties. Normal, low, ultra low. Waarin er bij ultra low uiteraard de minste vertraging optreedt tussen jouw stream en degene die de stream bekijkt. Dan ga je naar de internetsnelheid. Voor jou heel erg belangrijk natuurlijk. En met name de uploadsnelheid. Want jij uploadt een bepaalde videoresolutie naar een platform. Hoe hoger je internetsnelheid, ja, hoe meer jij kan wat betreft de kwaliteit van de stream. En als laatste de bitrate. Maar om dat iets beter uit te leggen, gaan we dat natuurlijk even voor je visualiseren. Bitrate kun je zien als een doosje. En in dit doosje zit informatie opgeslagen over jouw videoopnames. Daarbij geldt dus, hoe meer van deze doosjes je hebt, hoe meer informatie je hebt over je opnames, dus hoe beter de kwaliteit. Dus nog even een korte opsomming. De apparatuur die aangesloten zit bij jou op je computer, die verstuurt informatie naar jouw pc. De streamingsoftware op jouw pc die verwikkelt deze informatie en bundelt het samen. Vervolgens zendt jouw streamingsoftware dit pakketje met informatie weer door naar je streamingplatform. En op deze manier kunnen mensen kijken naar jouw livestream. Verzend jij dus meer informatie dan jouw computer of internetsnelheid aan kan, dan zal je stream gaan bufferen of zelfs vastlopen. Nou, hoe hoog dit getal precies is, ja, dat ligt geheel aan de kracht van je computer en de snelheid van je internet. Test het gewoon een paar keer en ja, ondervind het dus even zelf wat voor jou het beste werkt.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Kort en Krachtig. Ben je iets te weten gekomen over livestreamen? Nou, vergeet dan vooral niet deze video een duimpje omhoog te doen. Heb je nou nog vragen over livestreamen? Stel ze dan gerust in de comments. En wil je niks missen van onze toekomstige video's? Abonneer dan op dit kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.